In Liebelei van Schnitzler. Wiener Schnitzler. Succesvol in Frans-Wijs verfilming van Roy Sien. Na haar huwelijk met Joop Oom, kortstondig getrouwd met John de Mol junior. Laatste seizoenen wat minder dan vroeger op tv. Vast panelid in de Willem Ruijs shows. Wil in de toekomst weer shows met vader Willy gaan maken. Zo. Goed, dat is dus jouw encyclopedische leven. Ja. Je eerste vraag, welk nummer? Koffie is nog niet klaar, geloof ik. Nee. Oh, laat maar even doorpruttelen. Mijn eerste vraag. Ja. Nou, het lijkt me heel goed om maar mijn leeftijd te nemen. En dat is 36. 36. Kan ik nog vluchten, Jeroen? Nee, je kan niet meer vluchten. Ik vind het echt doodeng. Vraag 36. Je bent op de kop af 25 jaar bezig in dit vak. Dat is waar, hè? Ja. Vind je dat het gevierd moet worden? Nee, absoluut niet. Maar ik vind eigenlijk dat je het voor mij moet vieren. Voor jou moet ja, vieren? Ja, je moet mij namelijk... je moet mij namelijk een mop vertellen... die je al 25 jaar schijnt te vertellen... over een man met een pijpje. Oh, je... dat is een beetje van mijn vader. Absoluut, hè? Ik wil graag dat je dat doet. Nou. Nou. Oké, dus een heel leuk mopje. Er komt een oud mannetje, komt een sigarenwinkeltje binnen. En die zegt tegen die meneer, waar staat de tabak? Zat, die sigarenhandelaar die zegt, daar. Die zegt, oh, dank u, mag ik even mijn pijpje stoppen? Ja, natuurlijk, zegt die sigarenhandelaar, gaat uw gang. En hij stopt keurig zijn pijpje, gaat weg, zegt, dag meneer. Nou, die sigarenhandelaar die denkt, nou, doe maar, het is een oud mannetje, laat maar gaan. De volgende dag komt hij weer binnen. Toen zegt hij, dag meneer, mag ik even mijn pijpje stoppen? Ja, die sigarenhandelaar zegt, gaat uw gang, u weet waar het staat, daar staat het. Dus die mannetje propt lekker zijn pijpje, loopt de deur weer uit, zegt, goedemorgen, en gaat weer weg. Gaat zo de hele week door, elke morgen komt die meneer zijn pijpje stoppen. Aan het einde van de week denkt de sigarenhandelaar, ja, ik wil nou toch wel eens weten wie die man eigenlijk is en wat hij toch elke dag hier zomaar komt doen. Dus hij zegt tegen dat mannetje, meneer, dan moet u me toch eens vertellen. Wie bent u nou eigenlijk? Zegt hij, nou, dat weet u toch wel. Ik ben dat mannetje wat hier elke morgen zijn pijpje kan stoppen. Jouw vader die me dit dus inderdaad vertelt, die zei, de enige die er altijd om lacht is zijzelf. Nou, dat is niet waar. Maar dit mopje, daar heb ik zo verschrikkelijk om gelachen. Dat, ja, dat is me altijd bijgebleven. En die mop vertel ik ook altijd. Ja, maar dat weet je... 25-jarige jubileum gevierd. Goed, de volgende. Nou, ik kan hem dus nooit meer vertellen nu. Nee, nu is hij voor eeuwig uit je boekje geschrapt. 28. Vraag 28. Beschrijf jezelf eens. Schrijf jezelf eens, jeetje. Dat vind ik echt heel moeilijk, hoor. Ik ben... sociaal. Slordig. Ik kan ontzettend lief zijn. Ik kan ook ontzettend krengerig zijn. Jij zei, als eerste zei je net, sociaal. Mm-hmm. Daar wil ik even iets over vragen. Ja? Dan komt bij mij het woord politiek op. Ja? Bedoel je met sociaal, dat je sociaal bewogen bent? En heeft dat politieke consequenties voor je? Nou, ja, politiek, daar begrijp ik echt geen bal van. Mag ik het illustreren met iets? Deze vraag althans, en wat je nu zegt. Ja, ik weet wat je gaat laten zien. Dat weet je helemaal niet. Jawel, oh, absoluut. Wat dan? Tournee, wat ik gemaakt heb. Kijk maar even.
Ja, hoe kom je daar nou weer aan? Laat uw hand eens zien, dat is een hele stoere. Ja. U bent vast een fan van de koekoeksklen, ja, van de vrije boeren. Laat uw hand eens zien, dat is me ook wat lekker. Dat is nou jammer zeg, het is me veel te radicaal, dat wordt Ria Bekkers. Laat uw hand eens zien. Dat is een Joop-hand hoor. Dat is een Joop-hand. Ja, u wilt niet meedoen. Wat is dat nou? Dat is treurig zeg, u geeft nooit iets weg. Ik zou maar VVD doen. Laat je hand eens zien. Dat is een Joop-hand. Ja, de linker, dat is prachtig. Zoiets zegt een hoop, jij stemt vast op Joop. Dat doe ik. En dat is reusachtig. Daar wil ik graag je commentaar op hebben. Nou, ik heb inderdaad veel commentaar gehad op dat gebeuren. Zeker van mijn vader natuurlijk, die daar ontzettend tegen was. Maar ik geloof dat ik eigenlijk in die tijd al duidelijk bezig was om... om te doen wat ik, waar ik zin in had en wat ik wilde. Volgende nummer. Oh ja, ik denk elke keer dat jij mij iets gaat vragen. Ik geef je een nummer, noem maar een nummer, dan krijg je een kopje koffie. 34. Ja, ben je ad rem of bedenk je altijd later pas wat je had willen zeggen? Nou, ik ben, ik ben wel ad rem. Maar later denk ik altijd wel van, goh, had ik dat maar gezegd of... dat zal ik ook zeer zeker straks hebben als het is afgelopen. Dat ik denk van, had ik dat maar gezegd. Maar ik ben wel ad rem, ja. Wil jij melk in je koffie? Nee. Slagroom. Slagroom? Ja. Hoe weet je dat ik slagroom heb? Het enige wat ik weet. Ik heb heel stiekem in de ijskast gekeken. Het is niet waar. En toen zag ik slagroom staan. Krijg jij slagroom voor mij? Ja, vast. Hè? Ad rem. Je bent wel ad rem, ja. Ja, vind jij niet? Ik heb daar geen oordeel over, dat moet je zelf zeggen. Oh, jij mag helemaal niks zeggen? Nee. Oh. Ik doe niet mee vanavond. Oh, nou. Oké. Okay. Volgende vraag, hè? Zeg maar. 40. Heeft de roddelpers invloed op je? Niet alleen als ze negatief over je zijn, maar ook als ze positief over je schrijven. Ja, de roddelpers. Ja, daar heb ik vooral de laatste tijd erg veel last van gehad. Het is natuurlijk heel erg moeilijk. Er zijn misschien 600 bekende mensen, denk ik, in Nederland. Of is dat veel? Wat denk je? Ja, er zijn 600 mensen en er zijn ontzettend veel van die bladen die natuurlijk elke week kopij moeten hebben. En dan is het natuurlijk heel goed mogelijk dat er vaak die grote duim bijgehaald wordt om een aantal verhalen over je te schrijven. Maar ik heb er inderdaad verschrikkelijk veel last van. Daar kan ik dus echt niet tegen. Die onwaarheden die er zo vaak in staan. Die koppen die dan voor op de pagina staan. Met die totaal de inhoud niet dekken. Het is alleen maar een soort. Het publiek ver. Ja, ik kan het woord niet zo gauw vinden. Het vernachelen van het publiek. Die echt zo in de maling worden genomen. Dat. Ik word er ook ontzettend agressief van. Ik word zelden agressief hoor. Dat weet je wel. Maar als ik dan weer een stuk lees wat totaal uit de lucht gegrepen is. Bijvoorbeeld een verhaal wat toen over mijn vader geschreven is en mij in Amerika. Dat we dus ruzie hadden gehad samen. Terwijl we met z'n tweetjes de twee leukste weken van ons leven hebben meegemaakt. Maar gewoon door een bepaalde chantage van een journalist.
Die gewoon het tegenovergestelde heeft geschreven van de werkelijkheid. Ik wil je even interromperen hierbij. Als je dit nu zegt, mm-hmm. op dit moment, heb je dan in je achterhoofd het gevoel, hier pakken ze me weer op? Oh ja, daar ben ik van overtuigd. Ze pakken me constant. Maar dat is wat ik dus net bedoelde. Op een gegeven moment krijg je toch een bepaalde eelt op je ziel. En ook bepaalde principes, hè? Dat je op een gegeven moment denkt van, het kan me echt niks schelen wat ze nu over me schrijven. Zeg ik bepaalde bladen, die geef ik gewoon geen interview. En ik weet dat het me slecht doet. Ik weet dat ze bepaalde dingen over me kunnen schrijven, vooral over mijn werk dan, die heel slecht voor me is. Maar ik kan het gewoon met mezelf niet overeenkomen om met een bepaald blad een interview te doen of te geven. Ja, ik kan me voorstellen, als ze slecht schrijven over je werk, dat je dat naast je neer kan leggen. Maar tuurlijk. Als ze schrijven over jouw privéleven, precies. En het is gelogen, wat is dan je reactie? Heb je dan neiging om een bijl te pakken? Ja. Ja, nou, dat heb ik dus ook bijna gedaan toen in Amerika, waar een journalist me achtervolgde. Dat ik dus echt moordneigingen heb gekregen, wat ik nog nooit in mijn leven gehad heb. Dat zie je echt tot het uiterste kunnen brengen. Hè? En dat, natuurlijk valt me dat ontzettend tegen, hoor, van mezelf. Maar dat kunnen ze met je doen. Vooral ook, het is nog niet eens voor mezelf, hoor, dat ik het zo erg vind. Maar ik heb een dochter van 13 die in de brugklas zit van het Atheneum. Dat kind heeft er last van. Het is afschuwelijk. Zo'n kind wat op school zit en je weet hoe kinderen zijn. Die zijn ontzettend hard tegenover elkaar. Ze wordt ermee gepest. Dat ze ermee gepest wordt van je moeder heeft weer een nieuw vriendje. En nou ja, enzovoort, enzovoort. Ik hoef het niet allemaal te herhalen wat er in die bladen staat. En daar vind ik het allerergste voor mijn kinderen. Kijk, je bent zelf volwassen genoeg en toch ook wel een beetje gehard om dat aan te kunnen en om het te verwerken. Maar zo'n kind, die maakt toch al veel mee. Dat is dus een extra belasting, weet je. Heb je het gevoel dat je dan gedwongen zou worden op een gegeven moment om wel een interview te geven, om de waarheid te vertellen? Nou, toen jij mij vroeg om dit programma te doen, had ik dat toch wel een beetje in mijn achterhoofd. Om inderdaad eens, ik heb geen idee hoor, wat de andere vragen zijn. Mm-hmm. Om inderdaad eens te vertellen hoe ik nou werkelijk in elkaar zit en wie ik nu eigenlijk ben. Ga je gang, camera 1, 2, 3. Nou ja. Goed. Ik kan dat. Het is vaak een image die je hebt waarin ik mezelf niet herken. Althans, de laatste tijd helemaal niet meer. En dan krijg je wel eens de behoefte om dat te vertellen. Nou, en ik hoop met deze vragen toch, die ik zo eerlijk mogelijk beantwoord, mezelf voor te stellen zoals ik nu in elkaar zie. Nou, dat vind ik een bepaalde moed hebben. Ja, vind ik zelf ook hoor. Andere vraag? Zeg maar, je mag zelf ook onderbreken en een nieuw nummer nemen, hoor. Dat hoeft niet van mij af te hangen. 10. Ik zou zo graag het acrobatennummer willen zien. Ja? Ja. Of mag dat niet? Doen het gewoon. Daar heb ik namelijk. Oké, hier heb ik. Wil je dat zien? Ja, daar heb ik namelijk 3 maanden aan gewerkt. En dat, ik vind nog steeds, als ik met die jongens werk, met die Coen Brothers, dan heb ik nog steeds het gevoel van, ik zou best nog eens in die paal willen klimmen. Nou, daar ga je dan. Als hij. Kijk eens, ik vergeet het andere ding eruit te halen. Oh, slordig. Let op, daar ga je een paal in. Leuk, hè? Oh, die muziek. Dan moet je kijken.
prachtig, hè? Kijk nou. Heel leuk. Goed, hè? Oh, ja, prima. Je mag best voor jezelf applaudisseren hierbij, hoor. Nou ja, zeg. Kom. Nou. We doen alleen apies. Je zou een... dit is een extraatje. We gaan door. Ja, dat is waar. Een volgende vraag? Ja. Niet spieken. Eén. Eén. Ja, die is ook leuk. Wat zou je fijnste recensie zijn en wat je vervelendste? Wat zou mijn fijnste recensie zijn? Willeke is eindelijk volwassen geworden. En de vervelendste... Willeke is nog lang niet volwassen geworden. Oh, dat vind ik heel goed. Volgende. Goed. Streep jij ze door, welke ik gehad heb? Ik streep ze door, ja. 18. Wat ik overigens niet meer zou willen zijn. 18. Dat is een halve opdracht. Oh jeetje. Ja. Sigaretje uit. Moet je luisteren. Je bent een, naar mijn smaak, een absolute meester in het zogenaamde playbacken. Dat is het meezingen met je eigen plaat. Oh, vind je dat? Ja, vind ik echt. Dat meen ik serieus. Dat vind ik zelf helemaal niet hoor, maar goed. Ik kan nooit ontdekken of het live gezongen is of playback gezongen is. Ik weet niet hoe je het doet, maar je doet het voortreffelijk. Dank je. Ken je nog de tekst van vanavond om 17:15 ben ik vrij? Ik neem aan van wel. Ja, uiteraard. Goed. Dan verzoek ik je nu met die... Zuurstok? Zuurstok. Let nee, op. Echt? Jazeker. We gaan playbacken op je eigen nummer. En ik heb ervoor uit het archief opgedoken. Vanavond om 17:15 ben ik vrij. Je mag staan, je mag zitten. Je moet maar kijken hoe je het wil doen. Nou, ik blijf wel zitten. Je blijft zitten. Let goed op, als ik ja zeg, komt hij eraan. Ja. Let op. Je hebt me geliefd van jou te gaan houden. Zoveel als een meisje dat één keer slechts doet. Toen leer me nu ook je weer te vergeten. Of kom weer terug, dan is alles weer goed. En toen na die dag zijn er weken gekomen, waarin ik alleen maar aan jou heb gedacht. Wij samen maakten plannen en ik had illusies. Je weet wat een meisje van zoiets verwacht. Maar dagenlang heb je nu niets laten horen. Ik denk iedere dag was je hier maar bij mij. Toen bel me eens op of laat iets van je weten. Vanavond om 17:15 ben ik vrij. Je hebt me geleerd van
van jou te gaan houden, zoveel als een meisje dat één keer slechts doet. Kusje voor. Goed van je. Volgende nummer. Dat is mijn lievelingsliedje. Eerlijk? Ja. Dat is een ontzettend niet. Mooi liedje. Goed. Leuk, hè? Ja. Serieus, ik had ook nog lollies ervoor en droppen. Wil je trouwens Engelse drop? Ik heb een heel ding met Engelse drop. Nee, weet je wat ik graag zou willen? Een drankje. Nou, zeg maar. Heb je ook rode wijn? Ja. Ja, wil ik het. Moet je onder wijn een vraag beantwoorden? Geef ik hem open trekken voor je. De 21. Vraag 21. Wie beschouw jij momenteel als de drie beste zangeressen van Nederland? Ga je gang. De drie beste zangeressen van Nederland. Even glaasjes pakken, ja? Ik ben een hele grote fan van Connie van der Bos. Mag ik nu even langs? Gaat u gauw. Ja. En ik vind Rita Reis een hele goede zangeres. Ja. Die vind ik eigenlijk elke dag beter. En ik vind mezelf eigenlijk ook best aardig zingen. Goed. Dat zijn volgende vraag. Nou, geef maar. Dertig. Jij schijnt zo leuk. Nee, laat ik het anders formuleren. Bespeel jij enkele instrumenten? Nee, hè? Helaas niet. Dan kom ik aan wat er staat. Want je schijnt namelijk zo leuk te kunnen improviseren op de piano. Wat? Nee, hoor. Ja, dat heb je mij vertaald. Ah, oh, nee. Ja, jij schijnt namelijk heel erg leuk. Ik ken één liedje. En dat is? Hè? Wat is dat dan? Nou, nee, ik ken, de Vlooienmars. Ik ken er eigenlijk twee. De Vlooienmars en ik heb ooit zelf eens iets gemaakt. Maar dat wil je me toch niet laten doen, hè? Het is een opdracht voor je. Het is een opdracht? Ja, en daar staat een piano en ik zou je heel graag de Vlooienmars willen horen spelen. Je krijgt je daarna je wijn. De Vlooienmars en het andere, wat was het andere? Ik speel eigenlijk alleen maar op een zwarte piano. Nee, ik wil de Vlooienmars van je. De Vlooienmars. Ja? Durf ik helemaal niet meer. Nee, ga lekker door, joh. Kom op. We hebben ze jou gestopt. Fantastisch, wat ontzettend perfect. Leuk dat jij er bent. Zal ik het even voor je afmaken? Ja. Graag. Gaan wij zitten luisteren. Jij weer terug? Ik mag weer terug. Ga maar mee. Thank you.
Dankjewel. Prachtig. En als dan en krijg je een koekje petit voortje. Ja. Wat heerlijk. Waar heb jij steeds gezeten? Ik zat boven, terwijl jij beneden zat. En ik heb ook nog een tukje gedaan. Oh, je hebt een tukje gedaan? Ik heb een tukje gedaan. Ik heb van alles met elkaar verenigd. Ik vind het enig dat je er bent. Ik vind het ook leuk. Ja. Ik heb trouwens ontzettend leuk met je... Met je broer gewerkt bij het Gelderse Orkest. Ja. Ja. Ging het fijn? Fantastisch. Het was oh, zo dank. Ontzettend leuk. Dat doet leuk. Me zeer veel genoeg ja. om te horen. Maar ik vond het heerlijk dat je hier was. Oké. Okay. Hey Louis, bedankt. Veel succes. Fijn. Eet het lekker op. Ja, dag. Dag. Volgende vraag. Een nummer. Je bent je leven niet zeker bij me, want nee. we gaan nu... Nu komen alleen maar hele... Ik vertrouw je zo. Wil je ook een? Nee. Je staat, nee. Er staat een glaasje wijn voor je. Ja. Goed, de volgende. Als je nog een sigaretje wilt de pakken, volgende, maar... De volgende, de ja? volgende. Ja, maar ik probeer ervan af te komen, maar het is zo verschrikkelijk. Ja. De volgende vraag. Ja. 22. Vraag 22. Een moeilijke. Ja? Ja. Heb je trek in ijs met slagroom? Oh, heerlijk. Ja, dat heerlijk. Ja, dat ook. En dat ga ik voor je klaarmaken, maar dan moet je onderbij een andere vraag beantwoorden. Oh. Een nummer, een snel nummer. Een snel nummer? Ja. Had ik 39 al gehad? Nee. Is dat een moeilijke... Denk je dat als je toneel speelt, hè? Hm? Dat de mensen dan denken, oh gut, wat probeert ze dat aardig? Of denk je dat je serieus wordt genomen? Nou, dat hoop ik wel. Dat is toch niet alleen maar je antwoord, want dan moet ik een nieuw nummer noemen. Ja, maar... Je, natuurlijk, je speelt omdat je... Het is hier een rotzooi trouwens. Ja, nou ja, dat is het bij mij thuis ook altijd. Je speelt omdat je dat leuk vindt. En je doet het natuurlijk toch ook wel. Ja, dat de mensen... ja, ga door. Dat de mensen het leuk vinden. Of ja, was dat maar je zou vraag je... niet? Jawel, maar zou je dat... Zou het je remmen als je zou denken, nou de mensen denken van mij, oh god, ze probeert het aardig, maar ik ben en blijf toch een zangeresje in hun ogen, of zo. Dat is wat ik bedoelde met die vraag. Remt je dat, of denk je, nou, het zal me een zorg wezen en ik doe het toch? Ja, nou, ik heb het altijd gedaan. Moet je dat dan een slag om? Ja, zeker. Maar ja, het rent me niet. Het is, ik ben vaak erg onzeker geweest. Volgende. Moet je niet kijken. Je zit te kijken. 37. Wat is jouw verhouding tot Kareltje Verbrugge? Tot je lieve vader? Dat is voor mij de liefste man op de hele wereld. Heeft je vader... invloed gehad op je huwelijken? Je mag weigeren. Invloed? Nee. Nou, hij was op beide tegen. Maar ik denk dat hij op elke relatie... dat hij daar tegen is. Hij vindt gewoon niemand geschikt voor mij. Is het moeilijk, iemand die, waar je zo'n band mee hebt... Die, waar je zo ontzettend veel van houdt? Mm-hmm. Als die tegen een relatie is van jou? Ik geloof niet dat je daar iets van aantrekt op die leeftijd. Ik wist dat hij er op tegen was, vooral mijn eerste huwelijk. Maar het is ook niet iemand die zegt van zie je wel, ik heb het wel gezegd. Wat ik fantastisch vind. Beide keren hebben ze me fantastisch opgevangen en hij heeft me ook meegenomen naar Amerika in een periode waar ik dus echt heel verdrietig was en hij heeft me er echt weer uitgehaald. En daar ben ik hem uiteraard heel erg dankbaar voor. Als je morgen thuis zou komen, hè? Hmm? Bij je ouders en je zou zeggen, nou, ik heb een nieuwe. Dat kan. En we trouwen volgende week. Wat zou er dan gebeuren? Oh, dat zouden ze verschrikkelijk vinden. Nee, het is heel gek dat... Ik heb een fantastische band met mijn vader en moeder. Maar echt praten... doen we eigenlijk pas de laatste tijd. Maar
echt heel goed praten. Het gaat ook heel hard. Hart tegen hart eigenlijk. Dat we beide dingen zeggen en uiten die we eigenlijk van tevoren nooit tegen elkaar gezegd hebben. Komt dat door jou? Dat denk ik, ja. Ja. Nou, ik ben ontzettend bezig met mezelf. Het beter functioneren van mezelf. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Maar dat helpt me enorm. Maar ik ben nog steeds bezig om te leren. Volgende vraag. Welk nummer? Heb ik 36 al gehad? Ja, was de eerste, hè? Ja, heb je gehad? 35. We kunnen natuurlijk nog even die compilatie laten zien, want je hebt het nu toch genoemd. Want het is namelijk zo. Wil je die zien? Die compilatie? Compilatie van die liedjes. Welke liedjes? Nou, let maar op. Wat lekker. Moet je goed opletten, het is namelijk heel komisch. Oh nee! Oh Jeroen! Wanneer ik met mijn vriendje ga dan ben in de stad, dan steek ik altijd over op een veilig zebrapad. Maar als mijn vriend wil stoppen en vragen om een zoen, dan zeg ik altijd duidelijk nog maar je niet doen. Nee, niet zoenen op een zebrapad, al lijkt ik je dat, het kan niet in de stad. Nee, niet zoenen op een zebrapad, dat mag beslist niet, schat. Nou, ik heb eigenlijk een heleboel plannen. Het fijnste is eigenlijk wel dat ik een gouden plaat krijg. Dus dat is dus volgend jaar. En ik heb dus een nieuwe plaat opgenomen. En dat is een Nederlandse vertaling van Little Things Mean a Lot. En die loopt ook al heel goed. En er komt ook iets heel fijns. Dat is dat ik samen met papa en Fred Kaps naar de Nederlandse Antillen ga. Dat is dus in juni. Dus dat is een heleboel, hè? Auf Wiedersehen, mein Liebling, and now goodbye, my darling. Adieu, chérie, adieu, je reviens bientôt. Oh, enig! Is het mogelijk dat ik die banden overneem? Of? Je mag hem zelfs van mij hebben. Ja? Ja, ik zal de rekening laten wel betalen. Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Dat is raar, hè? Om jezelf te zien. Hoe oud was je? 14, 15? Ja, 15. Nederlandse Antillen nooit doorgegaan? Nee. Ik ben wel met pa naar Nieuw-Guinea geweest. En Australië, en Amerika, en Canada. Warm. Fantastisch, tuurlijk. Ja. Nader het einde, ik zou nog maar eens heel snel een paar noemen. Vijf. Vraag 5. Wat verwachtte je van het huwelijk toen je de eerste maal trouwde? De tweede maal? En wat zou je nu verwachten? Eerst de eerste maal. Ja, wat verwachtte je van het eerste huwelijk? Ik geloof dat je de eerste keer daar niet zo over nadenkt. Ik was 21, waanzinnig verliefd. Het was het begin van mijn populariteit. Je leeft eigenlijk in een soort roes van succes. En ja, daar hoort natuurlijk ook trouwen bij. En ik heb wel heel bewust een kind willen hebben. Waar we alle twee ontzettend blij mee zijn. Nog steeds. Het is een fantastisch kind. En dat het fout is gegaan.
Ja, waarom dat komt, het, ik geloof dat dat nu niet, niet zo te zaken doet. Dat is gebeurd. En het... Ik vroeg niet wat je van de scheiding verwachtte, maar wat je van het huwelijk verwachtte. Ja, nou ja, dat zeg ik de eerste keer. Had je daar romantische ideeën over? Ja, want romantisch ben ik eigenlijk wel te veel. Ik geloof dat ik toch altijd in een soort sprookjeswereld leef. En ja, dat wordt dan verstoord. Ik heb ook hele ouderwetse ideeën hoor, over het huwelijk. Ik ben zelf heel monogaam. En ja, dat... zo denkt niet iedereen. Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. En het is dan ook jammer als je partner daar niet hetzelfde over denkt. En dat, dat gaf een aantal moeilijkheden, problemen. En de tweede keer, ja, dan neem je die stap toch wel veel bewuster. Ook het nemen van een tweede kind is heel bewust gedaan. Ik heb er ontzettend hard aan gewerkt om het tweede huwelijk een... ik wilde er echt een succes van maken. Ik heb ontzettend veel geïnvesteerd. Er is erg veel over geschreven dan over mijn scheiding. Maar ik geloof dat... in Nederland zeggen ze altijd, waar twee kijven hebben, twee schuld. En dat... dat geloof ik ook best. Het enige wat ik weet is dat ik ontzettend mijn best gedaan heb. En echt ja, ontzettend veel gegeven om dit huwelijk tot een succes te maken. En ja, dat het dan mislukt, dat is ontzettend jammer. Maar ik geloof nu, na een ontzettend moeilijke periode, dat het beter is zo. Dat het goed zo is. Voor mij. En de derde ja. Keer. Ik weet niet of ik. Mocht die komen, natuurlijk. Als die mocht komen. Ja. Ik geloof niet dat er een derde keer zal zijn. Maar nooit dat ligt op het kerkhof, zeg ik dan. Maar het is gewoon heel moeilijk om een derde relatie te beginnen. Je wordt toch wel wat angstig. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik mannenschuw ben. Maar het is gewoon heel moeilijk om een derde keer zo'n stap te doen. Ik heb nog een surprisevraag voor je. Nog een surprisevraag? Ja, en dat is de volgende. Goed opletten. Vol verrassingen. Ja. Maar ik ga me zo langzamerhand toch wat meer ontspannen voelen, moet ik zeggen. Tegen het eind van het programma is ook makkelijk. Je moet goed luisteren, ik heb er namelijk een vraag over. Ik geloof dat ik mezelf weer word. Voor het eerst sinds maanden voel ik me weer blij. Niet later of ooit, maar nu of nooit. Wil ik vrij zijn. Wat ik namelijk wilde vragen, is dat je zingt. Dat je jezelf weer wordt. Mm-hmm. Was je jezelf dan niet? Nou, laat ik in de eerste plaats zeggen dat dit liedje niet gemaakt is op mij persoonlijk. Dit liedje is... al voor mijn scheiding gemaakt. En veel mensen denken ook dat ik dit liedje gezongen heb inderdaad vanwege mijn situatie. Nou, maar ik geloof wel dat ik het... jawel, maar ik geloof ook wel dat ik het toen ik die tekst onder ogen zag, of toen ik die tekst zag, dat ik...
ja, dat je dan natuurlijk wel denkt aan hoe je je voelt. Tenminste, ik zing al mijn liedjes met een bepaald gevoel. Maar ik ben, denk ik, een tijd niet mezelf geweest. Onbewust. En ik merk nu dat ik mijn vak ontzettend gemist heb. En ik ben, dat bedoelde ik straks toen ik zei van dat het beter zo is. Dat ik blij ben dat ik weer functioneer. Dat ik inderdaad weer blij ben dat ik mijn spontaniteit weer terug heb. En dat ik het heerlijk vind om inderdaad weer te leven. En dat ik met mijn beide kinderen, die ontzettend veel voor me betekenen, ben wie ik ben op dit moment. Mijn compliment en bedankt. Dankjewel. Ik wil nog wat drinken. Ik heb nog ijs, ik heb nog... Het is helemaal gesmolten. Engels, stop.